Emiel, een lastige avond, maar ik denk toch om een lekker gevoel aan het einde van deze wedstrijd. Ja, ik vond de eerste helft ging niet zo goed, vond ik. We dribbelden te veel met de bal, we creëren niet zoveel kansen. En hun hadden een paar mogelijkheden in de counter, waar Michaelson hij was heel belangrijk voor ons vandaag. En dan zie je de tweede helft, dan voetballen wij iets makkelijker. Niet zoveel dribbelen met de bal en dan zie je, dan wordt het grote ruimte en dan komt de kansen. Ja, waar hadden jullie moeite mee in de eerste helft? Ja, we moesten eigenlijk de ballen naar de zijkant, dat deden we iets te weinig. En we gaven ook te weinig voorzet, vond ik. En ook in het midden dribbelen wij een beetje te veel met de ballen, waar onnodige balverlies leiden. En dan waren hun gewoon gevaarlijk. En dat deden we de tweede helft veel beter. Ja, wat is in de rust gezegd? Ja, minder dribbelen met de ballen. Twee keer raak spelen en doorbewegen. En dat deden wij. En dan creëren wij kansen. Uiteindelijk werd het 0-1 door een doelpunt van jou. Kun je die goal nog even beschrijven? Ja, ik sta helemaal vrij en Sammy draait goed om en hij geeft mij een goede pas. Dan zie je korte hoek is vrij en mooi binnenschoten. Dacht je meteen zelf schieten? Eindelijk wil ik gewoon dribbelen en ver ook wat ik meestal doe. Maar ik zag dat de korte hoek was open, dus waarom niet? Ja, die goal gaf jullie wel vertrouwen volgens mij, toch? Ja, het was wel een belangrijke doelpunt, ook in een belangrijk moment in de wedstrijd. Waar dan zie je, dan na die doelpunt hebben wij veel controle op de wedstrijd. En dan was mijn gevoel dat dan komt die 2-0 en 3-0. En ja, uiteindelijk een mooie zegen. Wat zegt dit over deze avond? Ja, conclusie? Hier moeten wij winnen. Dus dat was ook te verwachten. Maar ja, volgende week weer thuis. Altijd leuk om thuis te spelen. Dus we moeten gewoon doorgaan. En we hebben nu behandeld nog die tweede goal. Weer een assist van jou. Nee. Nee, het gaat er goed toch de laatste tijd? Ja, gaat goed. En niet alleen voor mij, maar ook voor het team. We weten wat, iedereen weet wat ik kan. Hun geeft me ook de bal. En ik weet van mezelf dat ik, als ik de bal krijg, dan ben ik heel gevaarlijk. Dus we moeten gewoon doorgaan.